Ja, ik geef 3 tips en daar heb ik eigenlijk een hekel aan tips geven, want dat is geen beleggen. Beleggen is, wat gelukkig Ralf al behoorlijk heeft uitgelegd, is zorgen voor een goede portefeuille waarin een goede balans zit. En dan kunnen er wel een aantal tips bij, zeg maar 20, 10, 20% afhankelijk van uw risicoperceptie. Die kunnen er dan wel bij. En laten we dan meteen maar heel wild beginnen. Een aandeel wat echt alle kanten op kan gaan. Maar op langere termijn, denk ik, heeft het wel een hele mooie toekomst. Kijk, eerst even wat ze doen. Wat zij doen, zij maken chips. Maar die chipmarkt is verdeeld in 2 onderdelen. Een frontend en een backend. En de frontend, dat is het hele moeilijke. Het werken op de vierkante nanometer, daar wordt een zogenaamde wafer gemaakt. Heel moeilijk, kan eigenlijk alleen ASML is daar heel goed in met het trekken van die lijntjes. Maar als die wafer dan klaar is, dan wordt het ietsjes makkelijker. Want dan worden die dies, die worden eraf gehaald. En die worden dan verpakt. En dat is verpakken. Besi verpakt geen chips in kartonnen dozen, maar die maakt die plasticjes eromheen. En ook de verbindingen, de kleine draadjes. Maar zoals u op de foto achter mij ziet, is dat steeds moeilijker geworden. De elektronica wordt steeds kleiner, het moet steeds compacter. En eigenlijk de traditionele methodes die werken niet meer goed. En Besi is er heel goed in om nieuwe methodes uit te vinden. Ze hebben allemaal nieuwe machines ontwikkeld en die verkopen goed. Want als we kijken naar de semiconductorindustrie, en dat is de semiconductorindustrie, de chip verkopen op maandbasis vanaf 1998, dus dat is wel een tijdje, dan zien we eigenlijk hier, dat laatste stukje, een enorme rit. Peter Wenning zei aan het begin van het jaar bij ASML: "The semiconductor industry is on fire." Nou, dat kun je wel stellen. De afgelopen 14 maanden groeit de omzet met 20%. Nou ja, dat leidt er natuurlijk toe dat er veel capaciteit bijgebouwd moet worden. En dat denk ik ook. Maar als u kijkt naar de grafiek verder, dan ziet u behoorlijke drijfsteengrotjes eronder hangen. Behoorlijke terugvallen. Dat is denk ik in de komende jaren een veranderd. Dat ziet er anders uit, want die semiconductorindustrie was in de jaren 80 en 90 heel afhankelijk van de PC-industrie. Dan hadden we steeds dat ritme van Microsoft en Intel die elke keer weer een nieuw programma hadden. Maar de laatste 10 jaren is de smartphone-markt erbij gekomen. De auto-industrie, er zitten heel veel sensoren in auto's. Internet of Things, cloud computing, het is veel breder geworden. Dus ik denk dat die cycliciteit veel minder is geworden. Nou, waarom moet je Besi nu hebben? Nico heeft er al het een en ander over verteld net, van dat er op korte termijn wel wat onzekerheid is. En ik weet echt niet, eerlijk niet, waar het heen gaat. Dat weet meneer Blikman, de CEO, die wist dat ook niet. Dat was erg leuk, de afgelopen analisten call, waarin je ziet dat analisten heel moeizaam proberen erachter te komen van hoe ziet het er dan in de tweede helft van het jaar uit. We weten het niet. Ik denk wel, als ik kijk naar de economie, dan ziet de economie er redelijk gunstig uit in de komende jaren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar op langere termijn, dan is het eigenlijk veel beter. Er staan hier een paar ingewikkelde plaatjes achter. Dat is ook de bedoeling dat het heel ingewikkeld is. Want het is heel ingewikkeld geworden. Ze hebben allerlei nieuwe technologieën gemaakt, waardoor chips op een andere manier verpakt moeten worden. Dus niet meer losgezaagd worden en dan bewerkt, maar op de wafer verwerkt worden. Allemaal heel lastig. En daar zijn ze goed in. En doordat die technologie steeds moeilijker wordt, kan Besi ervan profiteren. Nou, verder is ook wel eventjes China genoemd. China zal in de komende jaren nog heel fors investeren in de semiconductorindustrie. En daar hebben ze apparatuur voor nodig. Nou, Besi heeft een fabriek in China. Ze hebben daar ongeveer 20% van de omzet. En het zal in de komende jaren nog heel hard groeien. Dus op korte termijn weet ik echt niet waar die koers heen kan gaan. Ik denk, als ik kijk naar de afwaardering van ruim 50%, dan denk ik dat het heel erg overdreven is. Maar als er iets misgaat, als er een handelsoorlog komt, of als er toch onverwachts een recessie komt, dan kan die koers nog wel veel verder naar beneden. Maar op langere termijn ligt er een hele goede mogelijkheid. En ik denk, als je naar de timing kijkt, dat het nu wel een aardig moment is om in Besi te stappen. De tweede, ING. Ja, daar ben ik eigenlijk wat traditioneler. Ik zie meneer al heel moeilijk kijken. Misschien hebben de mensen kleerscheuren mee opgelopen. Maar ING is toch wel een mooi verdeelde bank eigenlijk. De helft van de omzet van ING is volwassen markten. Daar zijn Nederland en Benelux, waar ze een goede marktpositie hebben. Waar ze eigenlijk een heel mooi platform hebben, vooral de digitale platform. Ik weet niet of u al bankiert op uw telefoon, maar dat doen ze eigenlijk heel goed. En daarmee kunnen ze behoorlijk concurreren. Nou, voor de rest hebben ze een deel. Dat zijn de zogenaamde challengers. Dat zijn markten waar ze nog relatief klein zijn, maar waar ze nog behoorlijk kunnen groeien. En uiteindelijk nog de wholesale, gewoon het zakenbankieren, wat ze wereldwijd doen.
Als je dan kijkt naar de koers van ING, dan is het echt dit jaar een behoorlijk drama geweest. Het is bijna 27% gedaald vanaf de top. Wat speelde er nou? Dat was eigenlijk niet eens de resultaten. De resultaten zijn wel redelijk, maar men maakt zich vooral zorgen over zogenaamd Basel IV. Dat zijn allerlei afspraken hoe sterk de balans van ING moet zijn. En dat heeft te maken met het eigen vermogen ten opzichte van het risico, van de risicogewogen activa. En dat was 14,7, dat lijkt dan heel aardig, hè? 14,7 eigen vermogen. En dat is de afgelopen jaren gewoon flink omhoog gezet. En door een berekening verandering van de risicogewogen activa is die ratio in het begin van het jaar 2 procentpunten naar beneden gebracht. Dus ze zitten nu ongeveer op 12,1. Ze willen naar 13,5. En dat betekent dat ze de komende jaren nog flink winst moeten inhouden. En de heren analisten maakten zich toen zorgen over, is dat dividend dan nog wel zeker en blijft dat dividend nog wel groeien? Want ING heeft gezegd dat ze een progressief dividendbeleid voeren. En als je dan kijkt naar de groei van ING op langere termijn, dan zie je dat ze behoorlijke klantengroei hebben. Dat halen ze natuurlijk uit die opkomende markten, waarin ze behoorlijk concurreren. Het totaal aantal retailklanten groeit ongeveer met 4-5%. Maar de prime customers, die groeien met 10%. Moeten we eens kijken naar die persberichten, dat is de eerste regel, de prime customers. Ja, en daar moet je toch vooral van hebben, je moet klanten hebben. Nou, die halen ze toch wel veel binnen. En aan de andere kant hebben ze een goed digitaal platform wat ze perfect kunnen uitrollen over die grote hoeveelheid klanten. Miljoenen klanten, tientallen miljoenen zelfs, als je kijkt naar de totaal aantal klanten. En dat is dan toch een stuk beter dan lokale banken als de ABN AMRO. Ze hebben gewoon een groter platform waar ze hun producten over kunnen uitrollen. Als je dan kijkt naar de waardering, dan hebben ze een heel aantrekkelijk dividendrendement. Wat ik denk dat ze ook in de komende jaren nog gewoon uit kunnen keren. Dus ja, ING, ik denk dat het veel te zwaar is afgestraft. Maar als je dan kijkt naar wat je op langere termijn haalt uit het dividend, wat ook nog eens een keer groeit, dan kun je er toch een heel aardig rendement mee halen. Het is niet zo speculatief natuurlijk als Bezi. Maar ik denk dat dit een aandeel is wat flink is afgestraft. Te veel. Komen we bij de laatste, en dat is echt, vind ik, iets voor de Hollandse aandeelavond. Hè. Dat is Hollands glorie, noemt iedereen het altijd, Boskalis. Dat is ook zo'n aandeel waarvan ik eigenlijk niet denk dat het nou echt vreselijk gaat knallen, dat het zo riskant is als Bezi. Maar het is wel een aandeel dat het in de afgelopen tijd moeilijk heeft gehad. Maar als je kijkt naar wat ze nou doen, dan hebben ze eigenlijk een mooie strategie. Ze zitten vooral in de wereldhandel, hè. Havens moeten gebouwd worden. Dus op dit moment met de onrust die Trump veroorzaakt niet zo best. Maar ze zitten ook in energieconsumptie. Zij helpen aan het bouwen van grote constructies op het water voor de ontginning van olie, gas, maar ook windmolenparken. En verder profiteren ze natuurlijk van de bevolkingsgroei. De steden die beschermd moeten worden tegen het water, klimaatveranderingen. Dat is denk ik de goede positie van het bedrijf. Als je naar de koers kijkt, dan zie je eigenlijk een top in 2015. Toen haalden ze ook heel veel winst. Deed het heel goed. En rond 2014, eind 2014 eigenlijk, toen had de OPEC in één keer besloten dat ze gingen kijken in hoeverre ze de Amerikaanse olieproducenten uit de markt konden drukken. En de olieprijs die daalde fors. En dan zie je toch wel dat Boskalis heel afhankelijk is van de olieprijs. Nou, dat hebben ze gelukkig heel op tijd onderkend. Want ze hebben een perfect management, Pieter Butowski. Dat is echt een hele goede manager, een goede vent. Die doet het heel goed. Die had in eind 2014 al door van jongens, dit gaat niet goed. We moeten de capaciteit reduceren. En dat hebben ze toen uiteindelijk gedaan. Zo zie je wel dat de winsten behoorlijk onder druk zijn gekomen. Maar ik denk toch, nu die olieprijs weer op $70 zit. En dat kan ik allemaal nu in deze 14 seconden die ik nog heb niet uitleggen. Maar die blijft voorlopig hoog. En dan zul je zien dat die waardering van Boskalis die aan de hoge kant is. Als je naar de koers-winstverhouding kijkt. Op langere termijn kan juist zo'n bedrijf wat het helemaal moet hebben van bezetting heel fors profiteren als die olieprijs weer wat herstelt. En dat zal volgens mij wel gebeuren.